bespreken bij hashtag Sinterklaas. Ook deze week is er weer veel gezocht en de telefoon is helaas nog steeds kwijt. Ja, die is nog steeds niet gevonden helaas. Maar ik denk wel dat ze echt tempo moeten gaan maken, want het pakjesavond komt nu wel heel dichtbij. Ja, ik heb wel gezien op beelden dat jullie nog hebben gezocht. Laten we daar eerst maar eens naar gaan kijken. Ja. We zijn nog niet begonnen. Ja, goeiedag mevrouw. Ja, goeiedag dat ik u aanbel. Wij zijn de mobiel van Sinterklaas kwijt. Heeft u toevallig die gezien? We hebben hem niet gezien hoor. En aan de deur wordt niet gekocht. Ja, maar wij willen de... Ja. Ja. Hallo Pieters. Ja, goeiedag. Hallo, wat is er aan de hand allemaal? Ja, ik ben de mobiel van Sinterklaas kwijt. Heeft u hem gezien? Nee, ik heb hem niet gezien. Hoe kan dat dan? Er zitten namen van alle kinderen in. Ja, alle namen van de kinderen uit Amersfoort en de kinderen vanuit Vathorst, zelfs in een favoriet. Ik heb hem niet gezien. David is... Paniek! Paniek! Rijden! Zoeken! Zoeken! Paniek! Ja, ja. Ik ga niet zo hard. Zo, dat was al goed zoek, zeg Piet. Ja, dat was echt weer een drukke dag. Alleen maar zoeken, zoeken, zoeken. Oh, nou, gelukkig heb ik gehoord dat ook Opsporing Gezocht een oproep heeft geplaatst. Goedenavond, beste kijkers. Ook vanavond kunt u me helpen. Paniek! Hallo Piet, wat is er aan de hand? Telefoon van Sinterklaas is weg. Wat is daarmee dan? Er zijn alle namen van de kinderen in. Maar dat is een ramp. Dat klopt, ja. Dat is een hele grote ramp. Dan komen de cadeautjes niet op hun plek. Nee. Dus wilt u een oproep doen op opsporing gezocht? Opsporing gezocht bedoel je? Ja, graag. Dat ga ik meteen doen. Camera 1, close-up. Na aankomst van Sinterklaas in Nederland bleek dat zijn speciale Sint-telefoon was verdwenen. De regelpieters zijn nu op zoek naar getuigen die meer kunnen vertellen waar de rode Sint-telefoon kan zijn gebleven. Op dit moment... Nou, gelukkig loopt alles een beetje in goede banen. Ik zie dat er alweer een gast is, Piet. Laten we hem maar bij halen. Och, wat leuk. Wat is dat, joh? Nou, dat is denk ik een van de dierenpieten. Oh, die elk jaar natuurlijk meelopen in de optocht ook. Wat gezellig. Goedenavond. Ja, welkom. Fijn dat je er bent. Ja. We zijn helemaal verbaasd. Wat is dit alweer? Nou, ja, en wat ben je leuk gekleed? Oh. Met een baretje op je hoofd? Oh jee. Je kan alles wel goed zien met zo'n goede bril. Nou, dat heb ik ook inderdaad. Dat is altijd wel handig. Oh. Wat zien we nou? Ja, oh. Nou misschien krijgen? Is dit ook wel wat voor mij, Piet. Even kijken of ik zo kan lezen. Help eventjes de dieren, Piet. Tadaa. Nou, een beetje klein en groot, hè? Ja, is dit wat of niet? Zullen we het maar weer omruilen? Ja, we ruilen het wel eventjes om. Nou, ik vind het wel bijzonder dat ik zomaar die bril van de dierenpiet op mag. Maar wat zal die daar nou mee bedoelen, zo'n grote bril? Nou, ik denk dat die ook zoekt. Ben je ook aan het zoeken naar de telefoon van Sinterklaas? Mm-hmm. Ja. Ah, vandaar. Heb jij ook zelf een telefoon? Ja? Mm. Oh. Nee. Nee, dat niet. Mm-hmm. Weet je wel hoe een telefoon eruit ziet? Ja. Ja, dan kan je mee bellen en ook mee typen. Ja, dat is waar. En hij weet wel wat het is. Ja, dus. Gelukkig maar. Want ook de dierenpieten helpen Sinterklaas mee, hè? Mm-hmm.
Weet jij wat de dierenpieten doen, Hulp? Nou, volgens mij wij zwarte pieten zijn voor de kinderen. Ja? En ik denk dat de dierenpieten er dan voor de dieren zijn. Oh, wat handig. Ja, soms komt het wel handig uit als we bijvoorbeeld 's nachts schoenen gaan vullen. Dan lopen er wel eens hele grote honden, hè? Oh. En dan zorgt dierenpiet ervoor dat hij vooraf al wat hondenkoekjes in een hoek heeft neergelegd. Oh. Dan kunnen wij gewoon veilig naar binnen om de schoenen te vullen. Ja, je hebt niks aan een hond die achter je aanrent natuurlijk. Nee. Want dan krijg je misschien wel paniek. Maar ja, jij bent dus vannacht ook de daak op geweest. Je bent naar binnen geweest om de dierenschoenen te vullen. Oké. En heb jij misschien ergens de telefoon van Sinterklaas zien liggen? Want die zijn wij kwijt. Ook niet. Hoe moet dat nou allemaal? Ja, het wordt wel erg lastig zo. Hij komt zo dichtbij. Oh jee. Ik vind het wel... Er zou toch geen paniek zijn, hè? In de tent. Paniek! 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 Wat is er dan, paniek? Ja, de telefoon is nog steeds weg. Ja, daar hadden wij paniek. Het net ook over met de dierenpiet. Die weet het ook allemaal niet. Nou, ga ik maar verder zoeken. Ga jij maar gauw verder zoeken, paniek, Piet? Nou, ik vind het ook... Ja, het is hoe moet het nou allemaal verder? Paniek! Oh, dit loopt helemaal uit de hand. Help! Laten we de dierenpiet maar op de dieren houden. Laten we dat maar doen, inderdaad. Want dat gaat wel heel goed zo. Nou, dankjewel. Dankjewel dat je er was en bedankt voor het zoeken. En we zien je gauw weer. Ja, dag! Tot snel! Nou. Oh jee, ja. Dat is allemaal wat. Wel gezellig dat u eens een keer kwam uitleggen wat we nou ook allemaal doen. Nou, inderdaad, dan weet iedereen dat ook wel beter. Dat is ook altijd wel een beetje lastig. Zou Regold nog wat geregeld hebben? Nou, ik mag het toch wel hopen als ik paniekpiek zo zie. Nou heb ik het idee dat er nog niet heel veel goeds in banen geleid is. Inderdaad, en wat moet Sinterklaas hier wel niet van denken ook? Ja, misschien is het maar handig dat we eens kijken of die erbij. Oh. Daar heb je hem al. Nou, dat is wel fijn, hè? Als je zijn naam roept, dan is die daar. Ja, hij hoort het altijd wel. Ik hoor altijd mijn naam. Ik en ben er gelijk is bij. Er met jou, is Sinterklaas er ook? Want ik vind het belangrijk Sinterklaas dat ook Sinterklaas op de hoogte is. Nou, van dan dit. Is Sinterklaas er. Ja, natuurlijk. Ja, nou, fijn. Ja. Ik sta altijd aan de handen van mijn Hullepiet en mijn Regelpiet natuurlijk. Nou, heel erg fijn. Ik wist niet fijn. Dat hij mee was, hoor. Dit is voor mij ook even... Maar dat maakt niet uit. Nou, laten we open kaart spelen. Hoe gaat het nu? Hoort Sinterklaas het ook? Ja. Oké. Nou, we zijn vandaag weer druk bezig geweest. We zijn vandaag over de parkeerplaats met een aantal pieten heen gegaan. Oh. En opa Piet is zelfs ook mee geweest. En we hebben tussen alle auto's gezocht. Maar het was wel moeilijk. Maar helaas nog niet gevonden, Sinterklaas. Oh. Ik hoop dat jullie nog steeds heel goed je best doen. Ik doe mijn best, maar ik vraag wel hulp. Onze hulp? Ik help wel, maar ik weet het toch ook al hulp niet? Hulp doet het niet goed genoeg, Sinterklaas. Ik doe heel hard mijn best. Het lijkt me verstandig dat ik jullie hier eventjes alleen laat. Hè? Ik zie jullie later. Ja, dank u wel. Ja, dat kunnen we dan even overleggen. Man. Ja, hoe gaan we dat nou doen, Hulpiet? Moet ik nog meer acties gaan doen? We moeten zeker nog meer gaan zoeken, want 5 december komt steeds dichterbij. En maar ik denk dat we het toch niet meer gaan vinden. Ik denk dat we het niet meer gaan vinden. Ja, Regel, je heet Regelpiet. Het lijkt me handig. Sinterklaas bouwt op je. Ja, daar ben ik Regelpiet voor. Kun je toch niet zeggen hier in Amersfoort dat we geen Sinterklaasavond gaan vieren? Nee, dat zou niet. Daarvoor zijn we hier gekomen. Maar het komt vast goed. Ik ga maar aan de slag. Nou. Jullie vragen de mensen en de kinderen nog om even te zoeken. Ja, wij doen wat we kunnen. Inderdaad. Ja, hulp Piet. Ja. Ik vraag om jouw hulp, hè? Ja. Dat is wat ik verwacht. Ja. Natuurlijk van Raquel. Dat ga ik geven. Succes. Oké, nou. Daar heb je ook niet heel veel aan eigenlijk. Nee, wat is dat toch allemaal een gedoe. En het moet zo langzamerhand nou toch wel eens opgelost worden. Vind je ook niet hulp? Ja, daar moeten we maar eens voor gaan zorgen, want dit kan zo niet langer. Nee, vind ik ook. Kijk morgen allemaal naar hashtag Sinterklaas. Evert! Sorry. Ja, dank je. Ik zat er. Ja, kom, doe maar. Ja. Take 35. Hij moet slaan met het bord. Take 35. Paniek! Het moet zo langzamerhand dus echt opgelost worden. Vind je ook niet, Piet? Ja, want pakjesavond komt steeds dichterbij. En het lijkt zo echt niet goed te gaan komen. Nee, die telefoon moet gevonden worden. Kijk morgen naar hashtag Sinterklaas.